Egon City Rowing Amsterdam. Dat is een sprintwedstrijd voor roeien in de grachten. Dat is eigenlijk nieuw. Het idee is om echt roeien van dichtbij te kunnen zien. Om heel spectaculair korte sprintjes in de grachten. In, een mooie scenario van de binnenstad. Het lijkt me heel leuk omdat het echt een plek is waar je normaal nooit roeit. Ik verwacht zelf dat het een heel spektakel wordt. Met name omdat het gewoon nog nooit georganiseerd is. Het is midden in de grachten, midden in de stad. Er zijn ook een aantal hele leuke combinaties tijdens de City Rowing. Wat je straks gaat zien is een Erben Wennemars met een Bart Brentjes samen in een boot. We hebben ook een heel bijzondere challenge tussen twee toppers uit het voetbal. Die tegen elkaar gaan roeien in een eenpersoonsbootje. In een mixdubbel twee tegen elkaar sprinten. Ik denk dat dat gewoon iets, totaal iets anders wordt dan dat iedereen wat je ook zelf gewend bent. En ik denk dat dat het gewoon heel interessant en leuk maakt. Het is heel makkelijk te volgen, denk ik, voor het publiek. Het is natuurlijk een makkelijke locatie en het is maar 200 meter. Het publiek kan ook meedoen. Op de kant zijn ergometers, roeimachines. Met een game, met game-technologie op een scherm kan je jezelf tegen degene naast je zien roeien in die grachten. Dus je kan zelf echt die sprints meedoen op de kant. Dat zijn eigenlijk de manieren waarop we mensen in contact willen brengen met het roeien. En laten zien hoe gaaf dat is. Ik vind dat heel leuk om thuiswedstrijden te starten. En vooral als het dan op de Amsterdamse grachten is. Want ja, een mooiere locatie kan ik me niet bedenken. Ik vind het zelf ook gewoon leuk om te doen. Dus gewoon kijken hoe het daaruit pakt, hoe ik daarin ben, hoe het gaat. Ik bedoel, het is gewoon weer iets heel anders. Het is ook goed om aandacht te vragen voor de Koninklijke Hollandbeker, die de dag erna is op de Bosbaan. En natuurlijk het wereldkampioenschap roeien, dat in 2014 hier ook is. Ja, die manier is om het toch naar de mensen toe te brengen. En ja, wat mooier dan midden in het centrum van Amsterdam. Kom vooral kijken. Het is op een superleuke plek. Het is kort maar krachtig en met allemaal toproeiers. Het is iets heel anders dan normaal. En met name omdat dit de eerste keer is dat we dit organiseren, denk ik dat het voor roeiend Nederland en voor Nederland zelf een spektakel zal zijn om hierbij aanwezig te zijn. Hopelijk schijnt de zon, dus kom vooral langs.